De brandstofvoorziening voor het binnenland is nooit zo optimaal geweest als nu. Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen zegt dat alle dorpen in het binnenland voorzien zijn van brandstof in verband met de feestdagen. Sommige dorpen hebben wel een probleem omdat ze zitten met een defecte generator. We hebben een traject uitgezet om al die achterstanden in te lopen, achterstallig onderhoud, nieuwe machines aan te schaffen en zo. Maar brandstofvoorziening die is nu optimaal. In geen tijden, in geen jaren is het zo goed geweest. We hebben een systeem nu opgezet waarbij er geen sprake meer zal zijn van stopzetting van de distributie. Integendeel, we hebben de dorpen extra brandstof gegeven voor de feestdagen. En dat zullen we ook zo continueren in 2021. De bewindsman verzekert dat de dorpen die zitten met een defecte generator spoedig geholpen zullen worden. Dit vraagstuk was een van zijn agendapunten vandaag tijdens de Raad van Ministers. Dat heb ik nu hier bij mij. Het gaat naar de Raad van Ministers. Er moet een ORAG, een onderraad gunningen, worden gehouden. En dan zal dat besluit genomen worden. Tot zover minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen. We spraken hem vandaag voor de raadsvergadering.